Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vrij veel opklaringen boven ons land. In het noorden drijven wat wolken voorbij. Die lossen in de loop van de ochtend deels op, daar schijnt de zon dus ook af en toe. Maar Op de Noordzee, verderop ligt wel een dikker pakket bewolking klaar, en dat breidt zich in de loop van de dag toch wel zuidwaarts uit. Voor vanmiddag betekent dat dat we op steeds meer plaatsen wolkenvelden gaan zien. Het blijft nog wel droog en de zon schijnt er nog wel af en toe tussendoor en het wordt 12 of 13 graden. Staat een stevige wind, het meeste wind op de Wadden, daar kan het zelfs krachtig waaien met windkracht 6. Vanavond steeds meer wolken. En in het noorden zijn ze wat dikker. Mogelijk zelfs met een spat motregen. In het zuiden zien we nog meer opklaringen. En het is een graad of 10. Komende nacht koelt het nauwelijks verder af. Een graad of 8. De minimumtemperatuur op een enkele plek iets lager. Want de opklaringen in het noorden beginnen alweer terrein te winnen. In de loop van morgen breiden die zich uit. Gaat de zon steeds vaker schijnen. En aan het eind van de dag zijn er weinig wolken meer over in het noorden. Het wordt 11 tot 13 graden. Woensdag lokaal 15. Donderdag lokaal zelfs 17 graden. Vooral woensdag veel ruimte voor de zon. Donderdag meer sluierwolken. En vanaf vrijdag beginnen de wolken toch weer dikker te worden. En gaat de temperatuur ook omlaag. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl